Helemaal naar Dort voor een prik in je arm. De 68-jarige Corrie uit Papendrecht vond het wel een hele reis. En ze zag er een beetje tegenop. Ik ben blij dat het voorbij is. De eerste keer, de volgende keer, zie ik er niet zo tegenop. Ja, nou, het is niet vlak bij huis natuurlijk, hè. Eenmaal binnen in het vaccinatiecentrum gaat het snel. Duizenden prikken zijn al gezet. We zijn nu hier 40 dagen bezig en we hebben in totaal ruim 15.000 mensen gevaccineerd. Waarvan er ruim 10.000 de eerste prik hebben gehad en ook nog 4.500 hebben ook de tweede prik gehad. We zijn nog niet aan onze capaciteit. We hebben hier in Dordrecht 4 prikstraten en die worden nog niet volledig benut. Hier in Dordrecht kunnen we in totaal per dag 560 vaccinaties doen. En in Gorinchem, waar we dus afgelopen maandag begonnen zijn, 1120. Maar daar zitten we niet aan. Wanneer hoopt u dat u dat kunt bereiken, dat u aan uw maximum inzet zit? 1 maart. Dat hoop ik, maar dat is een illusie. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik meen dat er wel meer vaccins geleverd gaan worden in het tweede kwartaal. Ja, we komen op stoom. Ja, zeker wel. We rijden wel in een trein. En die gaat steeds harder? Wat mij betreft, ja. Die gaat wel steeds harder, ja. En wie in deze trein heeft gezeten, hoopt op een goede bestemming. Waar we ons allemaal wat vrijer kunnen voelen. Dat je vrij naar buiten kan. En dat je ook niet bang hoeft te zijn als iemand tegenkomt. Want nu zit je binnen, je mist je contacten. Hè? Je gaat anders ergens naartoe, nu niet meer. We zullen zien.